Jurjen is opgegroeid in Kampen, afgestudeerd in West-Papua, maar woont sinds 10 jaar met zijn gezin in Amsterdam-Noord. Hier werkt hij als voorganger van Hoop voor Noord, een gemeente waar vele mensen van arm tot rijk en van verschillende culturen zich thuis voelen. Jurjen heeft jarenlang gewerkt met vluchtelingen bij Stichting Gaven. Hij ervaart recht door toegankelijkheid voor iedereen en door de drempel van de kerk vooral laag te houden. Lieve mensen, het is 25 jaar geleden dat ik als tiener meedeed met een vakantiebijbelclub. En dat was zo'n bekende tieneravond. We gingen naar het bos en we werden gedropt. En toen ik het groepje zag waarin ik zat, wist ik zeker, wij gaan winnen. Overduidelijk. En kennelijk vonden andere mensen dat ook die dat gezien hadden. Want ergens in het bos zijn we die nacht verdwaald. Ik kon het niet geloven. We werden met de safety car, een jeep van een boswachter, opgehaald en teruggebracht naar de plek waar we begonnen waren. Ik ben met de leiders van die avond gaan praten. Wat is er gebeurd? Wat is er misgegaan? Hoe kan dit? En gaandeweg kwam ik erachter. De groep voor ons had de bakens verzet, de pijltjes verzet. Wij konden überhaupt niet meer winnen. En niet alleen die avond, maar ook de hele volgende dag had ik niet alleen een rot gevoel. Ik was boos. Ik was verontwaardigd. Mijn rechtvaardigheidsgevoel speelde op. Als ik verloren had gewoon omdat we niet beter waren, prima. Maar als een andere groep de boel gemolesteerd had, no way. Wij hadden moeten winnen. En ik realiseerde me in de periode daarna dat er toen iets is gebeurd. Mijn rechtvaardigheidsgevoel speelde op en op. En wees blij als je een stevig ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel hebt. Mogelijk is dat zelfs de reden dat je hier bent vandaag. Maar het is soms ook een vloek. Je kunt nooit meer televisie kijken zonder dat je geraakt wordt. Je kunt nooit luisteren naar verhalen van anderen zonder dat je denkt, hier moet ik wat mee. Ik verlang soms naar de vrijheid zonder rechtvaardigheidsgevolg. Nou ja, in die periode besloot ik dat het anders moest. Ik zette me in op alle mogelijke manieren, als tiener al. En ik ging lezen, onder andere over Afrika en andere plekken. En ik werd boos als er op feestjes gepraat werd over mensen die hier maar naartoe kwamen en weet ik wat. Gelukzoekers. En dan mensen die hier in Nederland opgegroeid waren, die dingen gingen zeggen als, ik heb er toch eerlijk voor gewerkt. Er moest er nog bij komen dat je er niet eerlijk voor hebt gewerkt. Er is bijna geen dramatischer zin te bedenken dan dat. Ik heb er toch eerlijk voor gewerkt. Ik besloot dat ik het zou gaan veranderen. En ik sprak met mijn ouders, ik zei het is klaar, tijd voor actie. Op de basisschool had een juf me verteld dat Jezus in het jaar 2000 terugkwam. Dat betekende dat ik, als ik zou gaan studeren, in het jaar zou afstuderen dat Jezus terugkwam. Conclusie, studie is aan mij niet besteed. Ik ga wel naar Rio de Janeiro, ik ga wel straatkinderen helpen, ik ga recht brengen, want dit kan niet meer. En mijn verstandige ouders hebben me ervan afgepraat. En toen ben ik toch een studie gaan doen, tropisch landgebruik. Wereldverbeteraar. Precies dat waar je in Nederland niks mee kan. Ik herinner me in ieder geval van die mooie en die goede studie in die 5 jaren in Wageningen. Dat er op den duur een symposium was waar ook de rector magnificus was. En er was een heel idealistisch sfeertje in die zaal. Misschien zoals we dat straks halverwege deze dag hier ook meemaken. Iedereen ging ervoor, was blij, was dankbaar. En op de duur kreeg de rector magnificus van Wageningen Universiteit het woord. Hij zat achter zo'n tafel en hij zei, wacht maar, als jullie straks wat ouder zijn. Als je gewerkt hebt, als je de klappen van de zweep hebt leren kennen, dan zul je zien dat het misschien ook wel een beetje anders werkt. Dan zul je wat realistischer worden. Ik ontstak in woede. Ik ben naar de interruptiemicrofoon gerend. Het is de eerste keer in mijn leven dat ik applaus heb gekregen van een zaaltje mensen. Allemaal studenten daar. Ik zei, 1 ding hoop ik, meneer de rector magnificus. Als ik ooit zo oud als u ben, dat ik dan niet zo'n realist geworden ben. Alsof we daar de wereld mee veranderen. Optimist zal ik blijven. Iedereen was blij, behalve de rector magnificus. Hij schudde meewarig zijn hoofd. En nu ben ik 15 jaar verder. Ouder geworden. Wijzer geworden. En oh no, realistischer geworden. Hoe pijnlijk. Dominee in Amsterdam in plaats van wereldverbeteraar.
Misschien valt het mee dat het niet zo heel pijnlijk is. Want in die periode dat je ouder en wijzer wordt, gold voor mij in ieder geval dat ik ook Jezus heb leren kennen. Dat ik ook gemerkt heb dat ik de wereld helemaal niet kan veranderen. Maar dat Hij de wereld veranderd heeft. Op een sublieme manier. En volgens mij drie dingen vallen in ieder geval op in het optreden van Jezus. 1. Jezus deed wonderen, tekenen voor grote groepen mensen. Prima. Maar als ik luister naar Joodse vrienden, dan zeggen ze, jullie zijn altijd zo uit op een wonder. Of jullie noemen het überhaupt een wonder. Maar wij Joden, wij zeggen, nee, het is eigenlijk niet zo dat het een wonder is, iets speciaals. We gaan terug naar hoe het moet zijn. Nee, dat is aardig. Rechtvaardigheid heeft te maken met het, we gaan terug naar hoe het moet zijn. 2. Jezus deed met groepen mensen van alles, maar Jezus koos voortdurend ook voor het individu. Hij daalde af op het niveau mens, niveau Zacchaeus, niveau overspelige vrouw, niveau man die een zieke zoon had. Heer, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Oké, dat is genoeg. En het derde wat Jezus in ieder geval deed was niet zozeer alleen helpen, maar dienen. En dienen, dat heeft te maken met het beste in iemand naar boven halen. Niet jouw goede gevoel omdat je geholpen hebt, maar een ander naar voren brengen. En die drie lessen van Jezus hebben mij geholpen in mijn strijd tegen mijn rechtvaardigheidsgevoel. 1. Verwacht gewoon dat God iets bijzonders doet. Het is niet alleen een wonder. Het is gewoon zoals het moet zijn. Het is niet alleen bijzonder als het dan ook gebeurt. Het gaat gebeuren als jij je inzet voor recht, voor gerechtigheid. Om de eenvoudige reden dat God dit wil. Dat Jezus daarvoor instaat. Dat Hij jouw fouten en tekorten daarin heeft weggedaan. Het tweede. Richt je in liefde op dat individu zoals Jezus dat deed. Er zijn mensen die geroepen worden, Bishop Zack is er een voorbeeld van. Om grote political movements neer te zetten. God zegene hen. Maar jij of ik... Op je plek, wat kan jij in ieder geval uitreiken naar dat individu? Afgelopen week was ik bij Stern Automobielbedrijven, dat grote concern, rijkdom, macht. Een jonge meid uit de gemeente, Jan Jasper, je ziet hem op het plaatje achter mij, die werkt daar als applicatieontwikkelaar. En deze gozer leerde ik 8 jaar geleden kennen, hij was 13 jaar oud. 13 jaar. Nee, die andere. 13 jaar oud was hij. En hij heeft zichzelf opgevoed. Zijn vader en moeder zijn gescheiden. Hij zorgde voor zijn zusje van 12. Ze woont in een huisje in Amsterdam-Noord. Moeder stuurde geld elke maand om de huur te betalen vanuit Engeland. Vader uit beeld. Ik leerde hem kennen toen hij 18 was. En toen ik langs zijn huis fietste, zei een stemmetje, bel maar aan. Ik heb aangebeld en ja, ik mocht binnenkomen. En er zat een gamende jongen met pizzadozen om zich heen. 3 weken niet uit huis geweest. We hebben gepraat en ik ben niet weggegaan voordat ik hem heb meegenomen. Daar waar recht met voeten getreden was. Waar kinderen opgroeiden zonder enige aandacht van vader of moeder. Deze jongen, die is gaandeweg in zijn leven stappen gaan zetten. Hij heeft bij ons gewoond, op andere plekken gewoond. En hij werkt nu als applicatieontwikkelaar bij Stern Automobielbedrijven. Met een auto van de zaak, met een salaris, met een vrouw die hij getrouwd heeft, die ook Jezus leerde kennen, net als hij. En hij mag uitdelen. Hij vangt een van onze tieners op, waar het thuis niet zo lekker gaat, bij hem in huis. En pas 3 jaar geleden vertelde hij mij dat op de dag dat ik binnenkwam, hij 's morgens zijn afscheidsbrief had geschreven om van de flat te springen. En ik dacht, wauw. Mogen luisteren naar 1 vaag stemmetje, je hart, bel maar aan. God doet het werk. Zet je in voor het individu. God zal zegenen. Recht brengen. En het derde, wat we leerden van Jezus was, dien. Dien. Ga niet lopen helpen. We zijn zo goed in helpen, het geeft ons een goed gevoel. Dat is de andere foto. Dit is zo'n jongen die altijd in de sportschool zat. En toen hij bij ons in de kerk binnenkwam als moslim, Mohammed, toen dacht ik, hoe kan ik deze gast bereiken? Ander opleidingsniveau dan ik, andere culturele achtergrond dan ik, andere leeftijd dan ik, andere levenssituatie dan ik. Wat is er mogelijk?
En het bleek dat hij goed in sporten was. En ik heb hem gevraagd, mag ik met je mee? Leer mij fysiek wat ik niet kan. Dan zal ik jou geestelijk dingen leren die jij niet kunt. En dat is gebeurd. Hij is meegegaan. Ik ben meegegaan. En het beste geprobeerd in deze gast naar boven te halen. En dit plaatje is heel symbolisch. Jij en ik, we zijn geroepen om rugdekking te geven. We zijn geroepen om rugdekking te geven. Dat mensen veilig zijn. Dat ze mogen ontwikkelen, mogen ontplooien, mogen groeien. Als dat gebeurt, ga je vreugde ervaren voor jezelf en voor die ander. Omdat wat God heeft gedaan. Ik hoef het niet te doen. En daarom, ontspannen en vol overtuiging, in een soort heilige relaxedheid, doen wat je hand vindt om te doen. Het rechtvaardigheidsgevoel voorbij. Want ook voor mij geldt amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I am free. God zegen je.